wat mij heel erg stoort in de discussie, is dat die beslissing inderdaad nu puur politiek is genomen, zonder enige evaluatie van de werking van Unia. Zijn er klachten geweest over de manier waarop Unia ook vandaag al de klachten die vanuit Vlaanderen binnenkomen behandeld heeft? Alleen, want Vlaanderen financiert inderdaad voor 10%, maar bijna 50% van de klachten die bij Unia binnenkomen, komen op dit moment uit Vlaanderen. Ik heb daar vroeger nooit iemand opmerkingen over horen maken en plots moet Unia eruit. En dat sterkt mij inderdaad in de overtuiging, zoals minister Somers trouwens zelf gezegd heeft, dat het eigenlijk vooral een dure trofee is. Ik denk in eerste instantie voor N-VA, wat ons betreft ten koste van goed bestuur. Want we gaan naar 2 huizen in plaats van 1 huis. Ja. En 2 huizen kosten altijd meer dan 1.